Ja, het is altijd goed om vrienden van Aruba in Nederland te ontmoeten en te ontvangen. De E-man heeft ook een lange vriendschap met vorige partijleiders van D66. Dus ik was erg benieuwd om te horen welke plannen de AVP heeft. Ik vind het interessant om te zien dat ook op Aruba de discussie breder speelt. Dat we niet alleen maar naar de centen moeten kijken, maar ook naar brede welvaart en hoe een sociaal-cultureel planbureau daarbij kan helpen. We staan denk ik zowel hier in Europees Nederland, maar ook op Aruba voor dezelfde uitdagingen. Hoe kun je de komende jaren een economie verduurzamen en vergroenen? Maar hoe heb je ook oog naast geld verdienen voor hoe gaat het met de mensen? Is er bestaanszekerheid? Hoe kun je armoede goed bestrijden? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hun talent ook goed kunnen ontwikkelen? En dan helpt het als de politiek ook onafhankelijk advies daarop krijgt. Daar maken we hier in Nederland veel gebruik van. En ik kan me voorstellen dat het ook op Aruba heel nuttig kan zijn. Het is altijd een plezier om dirigente van die partido en fractie D66. Sobre a um partido e fração a demonstrar de tem sentimento não houve profundo para nos Isanam, mas especialmente para Aruba também. Com desde as estas nos a compartilhar hopi anha e visão de hase Aruba verde, tá algo que o senhor Ropieto tem sua caridade como ministro de Deusamheit tem como prioridade grande e me dá sinti também que ele deseja com a Aruba continuar a river curso de realizar o sonho que nós iniciamos em 2009 até 2017. Então, eu disse que no momento que eu tive uma conversação com o ministro, que está assim animado com o hecho que nós por lograr um nível mais alto e uma penetração mais alta de energia alternativa, com Aruba, lamentavelmente, desde 2017, não continua a ir o curso aqui. Por imaginar-me mesmo uma conversação com o ministro de Duurzaamheid, se Aruba está na percentagem alto que nós estamos trabalhando no momento que nós estamos em governação. Mas aí nós quita que o sonho está perdurar e relacionam para realizar o sonho é tem sobre a D66 com o mesmo fervor quer sustentar a Aruba de Simayang e tema aqui vira central maneira que me está também durante a nossa governação, o qual me aprecia hopi também de visita da o senhor Ropieto então tem hopi atenção para dois temas que nos apresentar aqui na Holanda. Ja, D66 is in Nederland echt de partij natuurlijk die staat voor één sterke koninkrijk, die ook altijd inzet op goede samenwerking met de autonome landen. En dat doe ik dan ook graag natuurlijk op onderwerpen die ons aan het hart liggen, zoals onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en natuurlijk ook verduurzaming. Als minister voor Klimaat en Energie ben ik ook erg geïnteresseerd in hoe we ook bedrijven en inwoners van het Caribisch deel van het koninkrijk kunnen helpen om die verduurzaming mee te maken. D66 vindt het belangrijk dat eilanden goed kunnen investeren ook in een sterke toekomstig bestendige economie. Daarvoor is ook financiële slagkracht van de eilanden natuurlijk heel erg belangrijk. Ik vind het een interessante gedachte om te kijken hoe kunnen we op een goede manier omgaan met lopende leningen tussen Nederland en Aruba. Dus ik ga met heel veel interesse dit voorstel bestuderen en ook bespreken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. En een soort kwijtscheld is misschien nog niet aan de boel. Nee, maar volgens mij moeten we gewoon goed kijken van hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de economie op Aruba ook versterkt kan worden. En ook de overheid van Aruba ook echt goed kan investeren in de eigen mensen. En dan helpt het altijd om met nieuwe creatieve ideeën te komen. Dus we gaan er goed naar kijken de komende tijd. Het compartir ideeën, dat is importante para ten manejo de un país sin vista no únicamente de cifras en el presupuesto, pero también de realidad social económico del país. Cuanto para que gente, cuanto para que calidad de gente, cuanto para que cuido, cuanto para que educación, cuanto para que poder de compra, cuanto para que costa doing business. Entonces, esto compartir el sentimiento con nosotros, con Mesetín, Instituto, con 13. E informação aqui também de vista, está analisando, para assim nós vamos atender com o tema aqui, o qual a facção de AVP a 20 põe central na Holanda de dia aqui. E outro tema que nós vamos apresentar, senhor Jatten Kunele, que agora é o ministro do gabinete de Rutte, e com o próprio ministro Rutte também me arriba a conversação aqui, e a entregar a nota de proposição alternativa que a facção de AVP apresentar no momento aqui que tem uma proposição que a Bini de parte do governo de Aruba
pagaia un vrijstelling, un kwijtschelding die deve con no kai mucho bon dentera na Holland nel momento na aki da sinti ku aruba ha si certo compromesso nan pa un rijkswet e después aruba a backpedal dus e ambiente e nota assina positivo pa e forma con e tema aki a word tratta. E outra banda tem uma posição bastante forte de Holanda, que não unicamente quer nos pagar back, porque nos paga um boot rent também. Então, entre meio de duas situações aqui, a fração de AVP apresentar uma nota com um possível caminho de saída, caminho que nós estamos propondo na Holanda para Aruba manter a disciplina de produzir dentro do presupuesto anual a flossing que nós temos. Per la flossing è ora in nota by Holanda, per la di un investimentsfonds che tu vai a manejare ora door di un istituto in maniera AIB, ha sido in passato, junto con Holanda e junto con Henderang di Aruba. Sacchi tambe, signor Jetten, a tua considerazione, logicamente un governo di missionario non può tomare decisione o per me, per visa se body language, se visa algo, è stato piccolo, tutti hanno un sentimento di comprensione. Per lo quale non si presenta che vengono due punti grandi trazione di AVP a planta nel Den Haag l'ultimo giorno qui e non si sente che tutti due stanno andando e cammina nel canale diplomatico che non si pone non che argomento non proprio convincente istituto non che non si può con noi entre altri social culturale plan bureau anche a mostra accessibilità per idee non che non si per pone di una forma più professionale e analisi di realtà con la comunità passando di un hobby più contento con la visita qui e la frazione di 1066 e con il ministro di 1066, signor Ropiato.